Yo, dit is Johan. Welkom bij Let's Play Black Ops Zombies, episode 1. I'm scared. Vandaag ga ik lekker 5 spelen. Alleen. De andere episodes van Let's Play Black Ops gaan waarschijnlijk met z'n tweeën zijn. Samen met Twiz. Dus, ja, een vriend van mij. Die ook op YouTube zit. Hij maakt voor. Ja, over het algemeen Minecraft filmpjes. Maar die, ja, die zullen jullie later wel te horen krijgen. Er gaan meerdere episodes aankomen van Let's Play Black Ops. Dit is de allereerste, ook gewoon Let's Play Black Ops over het algemeen. Want ik ga ook nog multiplayer, weet je match en combat training doen. Ik ga niet bijvoorbeeld campaign doen of zo. Vandaag 5 dus, met alleen. Dit is een erg moeilijke en vaak ook saai geziene map. Ik vind hem nog best wel leuk eigenlijk. Ja, dus ik vind hem echt best wel leuk. Maar ja, mijn record is hier pas round 11. Maar dat komt misschien omdat ik ja, zelf nog weinig ervaring heb qua zombies. Wat was die laatste? Oh, was het al? Oh, sorry. Ik dacht dat round 11 bij was. Maar ja, het is gewoon een keer iets anders. Zombies vandaag. Alleen, ik heb er erg veel zin in. Soms zal er een beetje lag komen. Dit lijkt nogal een beetje bij mij. Ik kwam mijn beeld, voor jullie waarschijnlijk niet zo, maar ja, dus Maar er is iets gewoon iets heel erg stoms aan deze map, namelijk de self-revive. Als je bijvoorbeeld die liften al hebt gehad en je bent al verder beneden en je wil self-revive wel gaan halen omdat je dat kwijt bent geraakt, moet je weer helemaal omhoog gaan. En dat is echt heel irritant. En ja. Maar hopelijk gaat het goed komen vandaag. Ik heb er veel zin in ieder geval. Dat kun je misschien ook wel horen aan mij. Oh, chill, insta-kill. Alleen. Oh, is nog wel weer klaar. Wat ik wilde vertellen is, ik speel nu eigenlijk wat slechter dan normaal. Door de lag. Ik speel nu op 28 frames. Dat is gewoon goed om te spelen. Maar. Normaal speel ik met dit op 50 frames en dan kan ik veel beter spelen. Ja, nu speel ik gewoon wat rustiger aan. Maar dat komt ook misschien omdat ik... Ja, ik wil heel graag verder komen. Heel graag ver komen. Oeh. Oh. Instakill net weg. Oh, heb ik al... Oh, ik heb al best wel veel geld. Had ik niet in de gaten. Nou, dan ga ik hier even lekker staan. En dan... blijf ik hier nog wel even een roundje, round 2. Dit is best wel een fijne strategie, vooral als je met veel spelers aan het spelen bent, dat je hier gaat staan. Dat er hier iemand doet, hier iemand, en dan hier met z'n tweeën ofzo. Maar alleen wordt het wel moeilijk. Ja, deze map is echt heel moeilijk voor alleen. Dat is echt bijna niet te doen. Vandaar dat het mijn record round 11 was. Er zijn maar een paar strategies om echt hoog te kunnen overleven. Bijvoorbeeld... Ja, die zal ik daar trouwens wel laten zien als ik naar beneden ga. Dat je daar alle deurtjes opent, dus alle baraks weghaalt, of hoe je ze ook wil noemen. En dan kun je daar gewoon rondjes gaan lopen. Ja, dat is dan een strategy en verder heb je eigenlijk niet zo heel erg veel om te doen. Maar de MPL is echt een heel handig wapen. Die ik nou dus heb. Die hit echt veel. Die is nog heel effectief op bijvoorbeeld round 10. Dus zeker een aanrader voor het geval je een wapen wil hebben voor de eerste deur. Wat wel een beetje raar is, is dat dit het enige wapen is waar je kan kopen. Hier beneden, dat is echt gek. Want normaal zou je eigenlijk dinges kunnen kopen. Die ja, die PM360. Bij Kino zit dat bijvoorbeeld bij de eerste kamer boven. Ja, en dat is nou dus niet. Dat is een beetje gek. Vind ik. Maar ja, de MPL is een heel fijn ding. Echt heel handig. En ik lijk nou echt hard. Kunnen jullie misschien ook wel zien. Maar dat vind ik echt gek. Want ik ben nou aan het opnemen met fraps. En... Oh, fuck. Ben ik weg nou. Maar kijk, normaal speel ik dus op 50 frames. En opnemen is op... Ja, dit gaat gelijk 20 frames naar beneden, dus dat is echt gek. Vooral hier beneden lijk ik echt hard. Nu gelukkig niet, maar... Nou, gaan we hier eventjes volhouden. Maar wat ik zei over die strategie beneden, dat is niet hier.
Niet hierboven. Je moet dan nog eentje verder. Eentje verder naar beneden. Dan moet je die daar openen. En dan daar zit er eentje. Kijk. Nou, kijk, nou komen ze er al aan. Hier kan je echt super hard ingesloten worden. Maar dat probeer ik dus hier een beetje te vermijden. Want zo te zien komen ze soms maar van één kant. Dus dat is best wel handig. Kaboom. Chill. Dat is wel grappig. Bij Kaboom kan je soms die zombies nog gewoon door killen. Oh, Carpenter. Ah! Fijn, weg. Jammer. Nou, dan ga ik alvast die eerste deur openen. Ik heb weinig ammo. Dat is wel jammer. Ja, deze doe ik gewoon open voor het geval het misgaat. Misschien valt jullie wel wat op. Ik geef nogal veel headshots. Dat valt mezelf. Ik vind het zelf nog een beetje raar dat ik zoveel headshots geef. Bij zombies. Oh, Max Ammo, chill. Oh, maar die characters hier zijn wel echt saai. Wie ben ik nou? Hoe heet die gast? Ja, dat is die president van Cuba. Zoiets, ja. En dan heb je ook nog Kennedy. Ja, gewoon, je hebt een filmpje op het begin. Oh, je hebt een filmpje op het begin. En er zijn vier mensen. Ja, die zitten dan te kletsen. En in één keer breek je die zombies in. En dan krijg je dit. Zie je die? Zo. Als ik nog snel ben, kan ik nog die kaboom pakken. Zo. Wow. Ik heb super veel geld nou. Nou, dan koop ik nog even ammo voor MP5K. En. Ja, dit is echt niet normaal dat ik zoveel geld heb nou. Normaal zat ik nou echt rond ik denk 2000 of zo. Niet zo heel ver. Maar ja, gelukkig. Dat is ook wel leuker voor jullie, ja, dat ik wel verder kom. Maar dadelijk gaat het echt moeilijk worden, vooral als je de stroom aan hebt gezet. Dat moet je dan beneden doen en dan ben je best wel hard genaaid. Kijk, daar komen ze al aan. Maar dit ding wordt heel snel rot. Dit ding wordt echt heel snel slecht. Vandaar dat ik ook wat headshots ga geven. Krijg je ook nog meer punten van als je ze headshots geeft. Oh, komt er een hard uitspunt. Zie je? Kijk, oh. Allemaal headshots. Een mooie headshot weer. Maar daar krijg je echt veel punten van. Kan je ook zien aan mijn puntenaantal wat ik nou heb. Kom op zeg. Oh. Dus hier kan je echt hard ingesloten worden. Wat denk ik nu gaat gebeuren. Als ik nou even snel hier doorloop. Oh, scheelt echt heel weinig. Of ik word echt hard ingesloten hier met al die zombies achter me aan. Maar dit is ook best wel een goede strategy. Om te gebruiken voor solo, maar niet de beste. De beste is hier beneden. Maar ik vind die zelf wat irritant. Dat je echt hard ingesloten kan worden. Nou, dan ga ik alvast naar beneden, omdat ik nou echt super veel geld heb. Dan ga ik de stroom aanzetten. Voor het geval je nog niet weet waar de stroom zit, dat wist ik op het begin ook eigenlijk niet. Oh! Volgens mij is er nou zo'n gastje. Die eraan komt, oh nee. Dus dadelijk pas. Kijk, stroom is aan en dan krijg je dit. En ik koop even AK, want dat ding is echt chill. En dan ga ik even in de teleport hier, dit ding. Kijk, dan ga je. Oh. Ja, dan ga je ergens heen. Gewoon random. Maar ik wil graag jerk hebben. Ja, chill. Alleen het stom is, die zombies. Die komen door die teleporter. Oké, okay, nou heb ik dus jerk. En volgens mij was dit niet zo slim dat ik hier heen ging. Kijk. Oh, nog net. Oh, gelukkig de lift. Kijk, en dat is dus echt het probleem. Dat je hier met die liften zit.
En dat je ze de hele tijd in moet roepen. Team Speed Cola. Kijk nou. Die ding is echt handig als je Speed Cola hebt. Echt heel handig. Maar hij gaat ook heel snel out of ammo. Oh, what the fuck is dit nou weer? Fijn. Nou, hopelijk gebeurt dat niet meer. Dat was een beetje heel falend. Oh, ik denk al, krijg ik nog een keer instakill. Ik dacht serieus dat ik nog een keer instakill kreeg. Zo, ben ik weer beneden en dan kan ik mooi ammo kopen. Even snel doorlopen, want achter me spande zo'n zombie. Oh, dat was de laatste. Dan ga ik wat deurtjes openen hier. Oh, hier is de mystery, chill. En even die... Oh. Ja, even snel dit wapen pakken, want nou komt er zo'n gastje en die steelt je wapen. Hij daar. Ik vind hem echt een kut gastje. Pak jou, en dan ben je wapen kwijt. Ah, ja, kijk, daar gaat mijn wapen. En nou, nou moet je hem pakken. Dat kan ik mooi doen met mijn regen. En dan eindigt hij. Bedankt voor het kijken naar Let's Play Black Ops Zombies episode 1. I'm Scared part 1. Het zou fijn zijn als je een like achterlaat. Abonneert op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En reageert over mijn video hoe jullie mijn video's vinden. GR.